Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom bij dit webinar. Met de update voor juni. Ja, juni alweer. Ja, dat gaat alweer Snel, snel. hè? We gaan richting de zomer. Niet normaal. Heerlijk, we hebben natuurlijk al lekker weer gehad. Ja, heerlijk. Een paar mooie dagen achter de rug. Heerlijk. Zo is dat. Ik zit hier vandaag met Jeroen Gubbels. Ja. Jeroen, kun je misschien even jezelf voorstellen? Ja, dat kan. Jeroen Gubbels. Ik ben strategieconsultant binnen Wordel. Ja, 1 oktober al gestart, het is alweer de 7e of de 8e maand. Bij 3. Ja, Danny is er vandaag niet, dus ik mag hier zijn plekje innemen. Ja, Dus, leuk. leuk dat je er ook bij kunt zijn in Ja, ieder geval. Op een nieuwe plek. Op een nieuwe plek. We Bij een zijn plant. ja, een mooie plant erbij, Ja. inderdaad. We zijn er vandaag uit vanuit onze andere locatie in Gouda. Met een nieuwe tooling. Met een nieuwe tooling, dat ook niet te vergeten. Ja. Dus ik hoop in ieder geval dat iedereen ook daadwerkelijk goed heeft kunnen aansluiten. Ja, de vraag als je ons niet goed hoort, laat het even weten. We hebben geprobeerd het goed in te stellen, maar mocht dat niet helemaal helder zijn, laat het ons gerust even weten. Ja, of als er andere Ja, andere opmerkingen vragen. zijn, of als je het Tips. anders gewend bent, of Ja. iets dergelijks. Geef ons de feedback, daar kunnen we in ieder geval ook altijd van leren. Dus, Alvast bedankt daarvoor in alvast ieder geval. bedankt. Hey, een update weer vol allerlei mooie Ja. nieuwe dingen. Dus we gaan van start. Ja, nog even kort, als er vragen zijn, kunnen die gesteld worden. Ja. Ook als jullie achteraf nog vragen hebben, kunnen jullie dus naar ons toe mailen. Even, kijk Tom heel even aan. Kun je hem even op de volgende zetten? Dus even wennen hoe dit even in de nieuwe tool gaat. Dan kunnen we even naar de volgende slide. Daar staan ook onze e-mailadres op. Ja. Dus mocht je nog vragen hebben na het webinar, nog eens op terug willen komen, stel ja. ons even de vraag via e-mail. Jeroen.gubbels@wordel.nl Of robert.schout@wordel.nl. Dan gaan wij er in ieder geval mee aan de slag en proberen we zo snel mogelijk feedback ja, te geven. Absoluut. Oké, laten we beginnen met ja, het eerste onderwerp. Het eerste onderwerp. Rappapa, rappapa. Dank je, Tom. Komt ie aan. ja, we zijn natuurlijk afgelopen maand zijn er een aantal evenementen geweest. Ja. We hebben SharePoint Conference in hebben Las gehad. Vegas. Las Vegas. Wellicht zijn er mensen heen geweest. Ik heb gehoord dat er in ieder geval een hele leuke leuk event was. Altijd leuk, Las Vegas. Ja, sowieso. Maar ook goede updates, goede sessies ja, heb ik vernomen. Ik was er helaas zelf niet. Nee. Verder hebben we ook Column Summit gehad. Ja. In Wiesbaden, Duitsland. Is er iemand geweest bij ons binnen de organisatie? Nee, dat denk ik ik weet, ook hè? niet. Nee. Maar Nou, ik, als iemand van jullie is geweest, laat het gerust even weten. ja, ik Dan hoor kunnen we in het ieder terug geval over. steeds vaker dat mensen daarheen gaan, omdat Ja. het vlak achter SharePoint Conference is. Ja. Beetje Heel veel, dezelfde content. in ieder geval, heel veel mensen vanuit SharePoint Conference vliegen ook in één keer door daar Ja. naartoe. Dus je ziet dat er best wel leuke dingen worden gedeeld. Mooi. Een heel mooi evenement die ja, qua prijs net wat. Ja, het is dichterbij vanuit hier gezien. En dichterbij. Ja. Dus dat, ja. Nou, deze slide Ja. met wat aankondigingen. Vorige webinar hebben we het er ook al over gehad, Ja. over multi-geo-capabiliteiten. Ja. Mooi als je als organisatie verdeeld over de wereld ja, bevindt, op en verschillende plaatsen zit. We hebben toen ook al aangekondigd dat die beschikbaar is binnen Office 365 ja, Groups en SharePoint op dit moment. En wat er dus afgelopen maand is aangekondigd, is dat de restrictie van het aantal licenties dat je minimaal moet hebben om van deze mogelijkheden gebruik te kunnen maken als organisatie is verlaagd. Kijk, dus dat mooi, is even de update. En die is nu naar 500 plus 500, licenties. 2500. Ja, ja, dus die is in ieder geval verlaagd. Dus ja, mocht je als een wat kleinere organisatie ook verspreid over de wereld zitten, ja, heb je die mogelijkheden nu ook. Misschien nog kort waar het echt op verbeterd is. De content staat in de plek zeg maar, waar jij aangeeft wat er moet zijn. Nou, dat kun je natuurlijk met je tenant ja, sowieso al. Ja. Maar wat je nu dus kunt doen is van oké, ik ben als gebruiker, zit ik in Europa. Ja. En mijn data moet ook daadwerkelijk in Europa, Europa staan. Beschikbaar staan. Dan kun je dat dus met multi-geo kun je dat ja, en dergelijke doen. Het is niet zozeer dat de data sneller bij je is door middel van multi-geo. Het is meer dat je data ergens vanuit
specifiek staat. Oké, juridische aspecten kan dat een voordeel. Ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, dat is wat meer de admin-achtige onderwerpen zijn dat. Sensitivity labels. Ja, sensitivity labels. Ja. Private preview gaat dit. En dat is met name dan dat het nu ook beschikbaar komt voor SharePoint sites. Ja. Kennen we hem al? Sensitivity labels zijn al bekend, maar dan op documenten. Ja. Zie je het vaak terug bij klanten? Maak je er wel er is veel vraag naar om groepen documenten een label mee te geven om daar zich veilig op te voelen. Dat is iets wat je wel zeker ziet aan de documentenkant, gebeurt dat vaak. Maar dan moet het wel voor een specifiek groepje documenten worden ingericht of per document. Ik vind het een hele mooie toevoeging dat je het nu echt op een SharePoint site kunt toevoegen. Ja, ja, inderdaad. En het mooie daaraan vind ik ook, in het begin waren natuurlijk sensitivity labels eigenlijk alleen nog maar een labeltje. Ja. En dan werd je eigenlijk, kreeg je een soort notificatie bijvoorbeeld in je Office applicatie van dit is vertrouwelijk. Ja. En dan deed het verder nog niks. Nee. En later is dat er dus bijgekomen dat je ook daadwerkelijk echt protectie eraan kunt gaan koppelen. Ja. Ja, dus je kunt echt voorkomen dat die documenten gedeeld worden of allerlei specifieke instellingen kun je eraan geven per label. En je kiest die labels dus als gebruiker, kun je daarvoor kiezen, maar je kunt dus ook inderdaad op het moment dat je nu een document op die site zet. Ja, in ieder geval documenten krijgen nu automatisch al de label van de site. Ja. Dus als jij een nieuwe site aanmaakt en je zegt van oké, deze moet het label vertrouwelijk hebben, dan krijgen alle documenten automatisch ook vertrouwelijk. Ja. Stel, ik ga één specifiek document openen en ik zou hem willen verlagen, kan dat? Verhogen kan volgens mij wel altijd, okay. Maar dan moet voor mij al minimaal de minimale label van de site. Ja, ja, heel helder. En ja, onderliggend wordt het dus gekoppeld aan Azure Information Protection. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld encryptie toepassen op je bestanden, net zoals dat we dat nu ook al kennen van de normale labeling op documenten. Ja. Waardoor allemaal in dezelfde plek voor administrators. Ja, 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 ja. Dus daar hoef je verder niks anders aan te configureren in je labeling. Lekker waar het moet plaatsvinden. Klopt. Dus volgens mij een hele mooie extra toevoeging. Zeker. Ik zie nog iets staan, Office Online. Dat je hem mogelijk wel in Office Online zou kunnen openen, maar niet op je Office lokaal. Ja, dat zijn dus ook weer mogelijkheden met betrekking tot de protectie die je eraan hangt. Ja. Wat je dus kunt doen is dat je zegt van oké, jij mag bijvoorbeeld als jij op een client zit die zeg maar aan een domain joint is of iets dergelijks. Getrust is binnen je organisatie, dan kun je hem bijvoorbeeld wel gewoon in je client openen. Maar als jij bijvoorbeeld in een internetcafé zit, dan kun je hem bijvoorbeeld alleen maar in. Ja, maar je zou hem wel kunnen editen als dat de mogelijkheid wordt gemaakt. Als dat, als jij die rechten hebt, et cetera. Dus dan kun je toch aan je document werken zonder. Ja, ja, heel goed. Ja, we hadden hem net al gezien. Ja. Hij kwam op. Ja. One ook, Modern SharePoint Admin Center. Aangekondigd op SharePoint Conference ook. Ja. Dat we dus nu één. Modern portaal gaan krijgen. Microsoft is natuurlijk de afgelopen tijd bezig om het portaal te moderniseren. Hij is eigenlijk één op één overgezet, eigenlijk van on-prem. Ja. En in met de tijd. Alle classic features. Alle classic features en nieuwe features, die werden er een beetje tussendoor gefietst. Ja. Ja. En ze zijn eigenlijk. Veel, was modern. Inderdaad, en ze zijn nu eigenlijk aan het kijken van oké, van scratch af aan een nieuw admin center. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd al wel gezien. Er zijn nieuwe admin centers bijgekomen. Er zijn andere al gemoderniseerd. Ja, ook weer uit elkaar gegaan. Ja, bij SharePoint zagen we in ieder geval het geval dat we nu nog steeds moeten switchen. Ook terug naar de Classic, omdat niet alle functionaliteiten daar beschikbaar zijn. Kun je er een paar noemen waar je heel specifiek voor nog naar de Classic moest? Bijvoorbeeld als je iets met TermStore wilde gaan doen met de taxonomie. Ja. Moet je nog naar de Classic, bijvoorbeeld search instellingen. Ja. Wat ze nu dus hebben gezegd is van oké, alles is nu dus beschikbaar. Ja. En wat ik ook heb begrepen is in de aankondiging zei het ook iets van, sommigen zijn dus gewoon beschikbaar daar. En dus hij ziet er functioneel volgens mij of nieuw uit. Ja. Maar soms onderliggend kan het nog wel oud zijn, maar ze gaan al die dingen langzaam poorten. Dus de interface in ieder geval alvast vernieuwd, ja.
waardoor de look en feel en de beleving vanuit de beheersperspectief hetzelfde moet zijn. Maar dat je soms nog wel onderliggend gebruik maakt van oude technologie. Ja, dat zou nog wel kunnen. En het is in ieder geval het geval, wat ze willen in ieder geval hiermee willen bereiken, is van board administrators, oké, het wordt makkelijker voor je, je hoeft niet meer heen en weer te switchen. Nou, dat, mooi. Ja. Mooie functionaliteit. Ja. Nou, opvolgend daarop hebben ze ook nog wat nieuwe functionaliteit toegevoegd en ook aangekondigd. Op SharePoint Conference is bulk actions op de sites. Dus als jij meerdere sites selecteert, wat je dan dus kunt doen is van oké, ik wil bijvoorbeeld sharing aanpassen, of ik wil sites deleten, of ik wil ze aan een hub hangen. Ja. Dat soort acties, dat zijn de eerste acties die ze nu hebben toegevoegd. Ja, zijn nu ook veel voorkomend, hè? Want je maakt misschien een nieuwe hub aan binnen je organisatie waarvan je zegt, hé, we hadden al een aantal sites, die willen we eraan koppelen. Aan koppelen, kun je dat nu in bulk doen. Ja, nou, dus, fijn. En ze hebben ook aangegeven dat ze steeds meer functionaliteiten voor bulk willen gaan toevoegen. Oké. Dus, heb je een wensenlijstje? Wat zou je heel graag erop willen? Nou, niet zo 1, 2, 3. Ik ben zelf natuurlijk geen admin. Maar mochten mensen functionaliteiten weten waarvan ik denk echt van, nou, dat zijn echt wel dingen. Wij kunnen natuurlijk ook alle dingen naar Microsoft toe. Ja, wij spreken sturen. Microsoft nog wel eens. Dus, dus dat kan altijd. Ja. Ja. Oké, dan de volgende. Ja. Ja, ook eentje. Hè. Weer in het admin center. Is. Ook eentje die veel gevraagd is. Veel user voice aanvragen voor. Het wijzigen van de URL. Ja, van de site collectie URL. Of specifiek. Ja. En dat is dus nu ook mogelijk. Ja. Bijvoorbeeld, ik maak een site aan. Kies voor een bepaalde naam. Project X. We weten nog niet hoe we het definitief gaan noemen. Een nieuw product wat we gaan lanceren. En later hebben we een naam voor het product bedacht. Dan zou je hem bijvoorbeeld kunnen gaan hernoemen. Soms gebeurt ook wel dat er een foutje wordt gemaakt. Ja. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld voor een afdeling een site hebt gemaakt. En die afdeling gaat van naam veranderen. Alle content moest je dan in voorheen moven. Allemaal verhuizen. Ja. Dus je kon weer een stukje gaan migreren met tools of met een standaard migration tool. Allemaal extra werk. Ja. En wat ze nu dus doen, oké. Een andere naam. Andere naam. Met die oude? Ze hebben dus ook een functionaliteit toegevoegd dat er dus een auto-redirect in zit. Dus wat houdt dat in? Eigenlijk, als je nog een oude link hebt, die bijvoorbeeld in je content staat, of die heb je uitgestuurd naar mensen of iets dergelijks, en men komt daarop terecht, Microsoft zorgt ervoor dat die in ieder geval automatisch naar de juiste nieuwe locatie wordt doorgegeven. In heel je omgeving. Dus als je ergens nog een linkje hebt naar de oude, dan wordt die meteen doorverwezen naar... Ja, hij wordt doorverwezen naar de oude. Hij komt op de oude en op de oude weten ze van oké, dit is wordt een nieuwe site. En mooi. Hij daar natuurlijk. Dat goed. Nou, op Twitter waren er wel grappige vraagstelletjes al van hoe zal het dan gaan als ik hem twee keer ga hernoemen? Waar kom je dan terecht? Dat moeten we gaan zien. Probeer het uit. Ja. Ik denk dat we wel heel blij mogen zijn dat er in ieder geval een mogelijkheid is. En dat er in ieder geval iets van ondersteuning is voor dit. Ja, dus, veel gevraagd was deze. Ja, absoluut. Even kijken, Turbocharged SharePoint file storage. Een hele mond vol. Ja. Kom ook in de keynote voor van Jeff Tieper. En niet echt een feature, maar wel heel belangrijk. Wel heel belangrijk inderdaad. Ja. En wat het eigenlijk inhoudt is van Microsoft is ook aan de onderkant natuurlijk heel erg bezig om performance te verbeteren. Ja. Dus als jij een file opent, als jij een site benadert, als jij iets wijzigt en het moet binnen search terecht gaan komen, dus in de search index terechtkomen. Ja, je documenten worden natuurlijk steeds rijker. Hè? Je gaat 3D-modellen in je PowerPoint stoppen, je Word-documenten met wat foto's erin, die worden steeds groter. Dus elke keer ophalen van dat soort documenten, dat kost tijd. Nou, dat gaat nu sneller. En hoe ze dat doen? Daar hebben ze echt, echt in de architectuur en in de manier van documenten ophalen, daar zijn echt dingen in veranderd. Ja. Waardoor je, als je een PowerPoint opent met 30 slides, met veel content, opent die eerste drie, vier, waar je waarschijnlijk toch aan gaat starten,
zodat je alvast je document open hebt en later zullen de andere slides passen. Ja, dus uiteindelijk de experience vanuit de gebruiker is veel beter, omdat hij niet zat te wachten op dat alles binnen is. Ja. Maar hij krijgt hem al binnen en langzaam worden de overige slides bijvoorbeeld ook binnengehaald. Ja. En dat zal met je documenten ook zijn. Ja. En daarvoor hebben ze dus ook in de architectuur wijzigingen gemaakt, hoe dus zeg maar die dingen als een blob opgeslagen worden, opgehaald kunnen worden. Daar zijn echt daadwerkelijk van de grond af aan andere technieken gaan ze daar gebruiken. Ja. Of zijn ze al aan het gebruiken. Ja. Want het is al, het is er al. Wat ik moet begrijpen is, dit is ten opzichte van 3 jaar terug zijn ze met de modernisatieslag zeg maar, begonnen. Ten opzichte van toen is dit, zeg maar, Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf nog niet een echte wauw-gevoel gehad bij het openen van een nieuw document, maar goed. Nou, ik merk het wel met het openen van documenten. Ja. Dan merk ik wel dat het gewoon al sneller is, absoluut. Nou, sowieso moderne sites zijn sowieso al stukken sneller. Ja. Dus, dat is al natuurlijk iets. En ik merk ook daadwerkelijk echt wel ook de search index. De laatste tijd dat die echt gewoon vele malen sneller is geworden. Dus, dat is echt het indexeren van, hè, dus je plaatst informatie op die SharePoint site, op je cloud omgeving in SharePoint. En het indexeren van wat daar dan staat en het doorgronden van die documenten en de structuren die daar staan, dat gaat dus 30 keer sneller. Ja. Dat is echt een stuk sneller. En ik merk dat ook echt, dus als ik bijvoorbeeld een nieuwsberichtje wijzig of iets dergelijks, dan staat die ook daadwerkelijk heel snel al meteen op de eerste pagina, op de homepage. Ja. Als daar een wijzigingetje op is of iets ergens, is die er ook gewoon. Ja, die klachten hoorde ik nog wel eens van mensen van, hey, ik zet iets op de site en dan duurt het altijd zo lang voordat het er dan is voor de rest van de organisatie. Ja, of het is zo fluctuerend of dan is het soms wel zelfs. Ja, de ene keer duurt het een dag bijna of de andere keer was het er in een uur. Ja. Nou, we hopen dus dat dit. Dit moet echt vele malen beter gaan en men maakt natuurlijk ook gebruik van, daar komen we straks ook op nog terug, Microsoft Search. Ja. Andere architectuur, of 365 breed. Ja. Andere manieren van indexeren. Ja. Nou, en dat heeft er ook mee te maken. Woordje AI, hè? Artificial Intelligence. Ja, daar komen we straks op. Ja. Hè? Ja. Nou, verder wat ze nog hebben aangegeven, is de filetypes die je dus kunt openen, die zijn nog weer gegroeid. Dus ja, daar zijn ze ook echt op architectuurvlak. Heel erg mee bezig om dat samen te verbeteren. Ja, ik vond het in ieder geval wel een mooie toevoeging. Ja, het zijn niet alleen maar een nieuwe aankondiging van nieuwe functionaliteiten, maar echt onderliggend. Onderliggend moet dat ook goed. Is goed aangepakt. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de mensen die luisteren. Hebben jullie zelf ook het idee dat het sneller wordt? Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Misschien wel een leuke vraag. Testen of het ook echt live is. Er is geen specifieke release date. Of een ring voor. Nee, het is een continu proces dit om dit te verbeteren. Ze hebben gezegd dat het nu al zou moeten zijn. Ja, dus laat horen als je dat hebt. Ja. Zie een vraag binnenkomen uit onze organisatie is wat data in SharePoint niet één op één in Teams staat. In SharePoint niet één op één in Teams staat. Ja, als je kijkt naar de SharePoint site die gekoppeld is aan je team. Daar zou van de bibliotheek, de documentenbibliotheek, zou moeten matchen de mappenstructuur met het aantal kanalen wat je hebt in je team. Ja, maar mocht jij bijvoorbeeld een andere bibliotheek aanmaken, dan zul je dat niet 1, 2, 3 direct zien. Dus het kan zijn dat wanneer je op je SharePoint site zit, daar een bibliotheek aanmaakt, dat die inderdaad niet terug te vinden valt, afhankelijk van in welke map je hem aanmaakt, dat je hem niet terug kunt zien in je kanaal en je files die je daar. Dat zou mogelijk het antwoord kunnen zijn op die vraag. Ja. Mocht het niet zo zijn, probeer het uit. Mocht je er niet uitkomen, stuur ons even een mailtje, dan kunnen we het een beetje mee. Ja. Komt de versnelling er aan of is deze al beschikbaar? Nou, dat hebben we net volgens mij inderdaad gemeld. Ja. Microsoft geeft in ieder geval aan, voor mij was het ten opzichte van 2 jaar terug, of 3 jaar terug, dit. Dat is wat we nu zouden moeten merken. Ja, dus het zou er moeten zijn. Ja, en dat is met name denk ik ook heel veel op de moderne kant. Dus mocht je misschien nog in klassieke situaties zitten, daar zijn ze ook onder water wel mee bezig om die ook daadwerkelijk te verbeteren. Ja. Maar die verbeteringen zullen in mindere mate zijn. Okay. En dan bedoel ik meer van als je bijvoorbeeld publishing pagina's gebruikt en dat soort achtige functionaliteiten. Daar zou het nog later misschien beschikbaar komen. Als het of in mindere mate. Ja.
Ja. Het is natuurlijk, hè, als je kijkt naar puur de getallen, dan zou je het snelst moeten ervaren dat het indexeren echt sneller gaat. Dat zou 30 keer sneller moeten zijn. Nou, dat is iets wat je... Maar ook het downloaden van files, dat moet sneller gaan. Nou ja, we laten... Microsoft Search. Ja, we hadden het net al even kort over. Op dit moment in de target release tenants. Dus mocht je target release aangezet hebben op je tenant. Wat is, kun je uitleggen target release? Wij gebruiken vaak de term target release en ringen. Nou, misschien is voor niet iedereen bekend hoe dat precies in elkaar zit. Kun jij uitleggen hoe dat precies in elkaar zit? Ja, binnen de Admin Center heb je de mogelijkheid om je tenant in target release te zetten. En dat houdt in dat je dus zegt van oké, ik wil eigenlijk alles wat Microsoft al eerder aanbiedt, al tot mijn beschikking krijgen. Ja. Dus je krijgt eigenlijk alle functionaliteiten die Microsoft uitrolt, ten eerste al beschikbaar binnen je tenant. Ze gaan het eerst zelf testen natuurlijk. Ja, dan komt het in een eigen stukje en op een gegeven moment komt het dus op een bepaald moment in target release. Ja. En je hebt standard release, dat is zeg maar... Iedereen. Ja. En kun je in je organisatie ook nog een keuze maken van ik wil een specifieke groep mensen wel of niet? Ja, je kunt dus zeggen van oké, ik wil bijvoorbeeld bepaalde admins of iets dergelijks die target release maken. Ja. Er zijn soms wel situaties waarin nieuwe functionaliteiten echt voor target release tenant breed worden aangekondigd. Ja. En soms zijn die dus niet voor user specifiek. Dus soms krijgt die gebruikers hele specifieke dingen dan niet te zien. Maar dat zijn wat enkele uitzonderingen. Ja. Dus je kunt het niet altijd 100% op die manier nabootsen. Maar het zou wel een manier kunnen zijn om te zeggen van oké, ik wil op mijn productietenant al eerder dingen zien als admin. Ja. Op die manier kun je dat dus of doen. Of als IT-organisatie zelf. Hè, dat je voordat je de rest van je organisatie nieuwe functionaliteiten gaat bieden die Microsoft lanceert, kun je ervoor kiezen om binnen je IT-organisatie, want dat is vaak wat wij als advies ook doen, terugzien dat gebeurt. Kijk, eerst in je IT-organisatie loop je tegen dingen aan die dan misschien niet helemaal zou werken zoals je gewend was. Ja. Dan kun je in ieder geval, op het moment dat je het naar de gebruiker toe brengt, kun je dat ook melden. En is de gebruiker in ieder geval... Ja, Microsoft geeft in ieder geval aan, zet target release niet aan op je productietenant, dus voor iedereen. Ja. Want dan krijg je direct alles al. Ja, precies. Heb daar of een tweede separate tenant voor, of ga met target release voor bepaalde gebruikers. Oké. Maar dus... Target release, nu in target release, een wijziging die we dus zien is in de bovenbalk, in de navigatiebalk van Microsoft zelf, van Office 365 zelf. Ja, die met dat wafeltje helemaal links. Ja, daar krijgen we dus straks de zoekbalk. Ja. In target release zien we dus die nu al terugkomen. Die zit nu rechts, boven. Die zit nu rechts in je site, in je header, zeg maar. Ja. Dus die gaat verplaatsen, dus weet dat... ook al heb je misschien daar iets aan gewijzigd of iets customs aangemaakt. Ja, als je een eigen design hebt inderdaad. Kan dat ook iets betekenen. Ja. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Het kan ook goed zijn om het in ieder geval richting je gebruikers aan te geven. Van hé, als je zak gaat zoeken, daar zit dat. Ja. En waar kan ik over zoeken? Kan ik hele tenant, alles... Dat is afhankelijk soms waar je bent. Ja. Het is ook contextueel. Dus als je bijvoorbeeld in Office zit... Ja. Dus bijvoorbeeld in Word kun je ook daar zoeken. Daar zit dus de zoekbalk. Daar zit ook de zoekbalk. Dus ook in de client-applicaties komt het terecht. Ja. En hij is dus uniform eigenlijk in Office 365. Dezelfde plek. Ja, en op dezelfde manier. Ja. Als je op de zoekbalk klikt, krijg je al bepaalde functionaliteiten tot je beschikking. Oké, wat zijn de laatste documenten bijvoorbeeld? Of waar je aan gewerkt hebt, die je misschien zoekt. Dus hij komt al met suggesties. Ja, Artificial Intelligence. Dat is een stukje AI. Ja. Onder andere, er zitten wel meer dingen natuurlijk precies, in. Ja. Ook de manier waarop je vragen stelt. Hè? Want textueel kun je een vraag natuurlijk op verschillende manieren stellen. Ja. Dus daar zit ook intelligentie achter. Daar zit ook intelligentie in van Microsoft zelf. Ja. En als je bijvoorbeeld in een Office applicatie zit, kan je dus ook contextueel zijn. Ik zit op dit moment in een tabel met mijn cursor. Ja. En ik ga naar de zoekbalk toe. Dan komt hij al met suggesties van, oké, hey, wil je een... Je bent iets aan het zoeken in Excel en dat is waarschijnlijk dat en dat. Wil je een row toevoegen? Briljant. Of dat soort achtige contextuele dingen gaat hij dus ook doen. Ja. Dus dat kan echt heel contextueel al met dingen komen. Fijn. Of je kunt gewoon gaan zoeken en dan komt hij met resultaat. Ja. Nou, je ziet natuurlijk in veel organisaties, hè, die, je hebt jaren heb je data gepubliceerd, geproduceerd, documenten gemaakt.
ja, het is natuurlijk wel heel mooi als je daar op de juiste manier nu overal door alle applicaties heen en op alle plekken gewoon de goede zoekfunctionaliteit krijgt. Ja, nou, Microsoft Search was natuurlijk al aangekondigd, ja. Maar wat ze ook op het conference hebben aangekondigd is dat we straks ook meer manier krijgen om het uit te breiden. Okay. Dus dat we eigen filters bijvoorbeeld kunnen gaan toevoegen, het uiterlijk van de resultaten kunnen gaan aanpassen. Ja. Er zijn nog niet echt tijdlijnen, maar ze hebben in ieder geval aangegeven dat daar wel echt ook een push op gaat komen. Ja. Dus ik verwacht komend jaar daar ook wel echt... Het simpel maken van het zoeken. Dus dat je zoeken inderdaad kunt versmallen naar specifiek wat jij zoekt. Ja, en ik hoop echt richting Ignite dat we daar al de eerste dingen van gaan zien wat daar de mogelijkheden Ignite is. In september? Nee, november uit mijn hoofd. Hij is volgens mij iets later. Oké, vorig jaar was die september, weet ik nog. Maar... Ja, ik heb hem even niet helemaal, maar voor mij is het november. Dus ik denk dat het in ieder geval heel mooie dingen zijn. Ja. Nou, ander iets wat natuurlijk aangekondigd werd tijdens ook de keynote. Ja. Homesites. Ja, dus we hebben nu websites, homesites en gewone sites. Ja, communication sites, team sites. Ja. Dus het is wel even goed om even misschien even te schetsen van ja, wat is nu wat en wat zijn een beetje de verschillen. Ja. Het ziet er in ieder geval cool uit. Ik vind het qua look en feel al gewoon mooi ogen. Sowieso modern sites versus classic sites natuurlijk een wereld van verschil al. Maar ja, terwijl weer... Ja, het is dus ook gebaseerd op de nieuwe communication sites. Wat je nu binnen communication sites hebt, is dat je verschillende communication sites kunt hebben. Maar je hebt nog niet echt één plek wat eigenlijk als home is. Ja. Vaak doen we dan wel iets van in de navigatiebalk gaat die daar altijd standaard heen. Of de browser wordt standaard ingesteld op dat. Ja. Nou, straks kunnen we ook zeg maar echt de home site instellen als home. Ja, voor iedereen in die tenant. Ja, en ik heb ook al vragen voorbij zien komen. Kunnen we straks ook meerdere home sites of afhankelijk van doelgroepen of iets dergelijks? Daar wil Microsoft heel graag feedback ook op hebben van wat is dat? Nou, bijvoorbeeld in educatie kan ik wel van studenten en docenten. Misschien dat die net andere portals moeten hebben of dat het gescheiden moet zijn. Die vraag komen wij regelmatig tegen dat daar toch een bepaalde scheiding in aangebracht moet worden. Dus daar luistert Microsoft ook naar en daar zijn ze ook over aan het nadenken. Ja, maar ook bijvoorbeeld op je mobiel. Als je nu bijvoorbeeld naar sites wilt gaan op je mobiel of naar informatie, is er niet echt een home. Je krijgt in principe al je sites, krijg je daar terug. Ja. Maar dan komt ook echt een home-knop binnen je mobiel. Zodat je echt altijd weer terug gaat naar diezelfde plek vanaf waar je dan start. Waarbij je gewoon, mijn organisatie. Je organisaties, ja. En daar zit natuurlijk ook weer search in. Daar zit ook weer de search die in. Gaat over de hele tenant. Ja, dat wordt straks ook ingesteld dat die meteen tenant breed is. Ja, dus ook over alle hubsites en onderliggende sites. Ja, ook over je teams, waar ook sites onder hangen, et cetera. Wat we nu nogal vaak terugzien is van ik heb bijvoorbeeld een communication site. Als je daarop terechtkomt en dat heb je misschien als home ingesteld, dan zoek je daar binnen. Of als je in een hub hangt, kun je nu tegenwoordig instellen dat je binnen je hub zoekt. Ja. Maar als ik als gebruiker denk van dit is dan, je zit binnen mijn een bepaald portal, te zoeken natuurlijk. Ik wil misschien ook wel in mijn team zoeken. Ja. Dus dat moet je daar misschien ook gewoon meteen kunnen terugvinden. Of in mijn OneDrive wil ik iets terugzoeken. Of, dus de combinatie met de home site en search zorgt ervoor dat je nog bredere zoek... Ja, je vertrekpunt eigenlijk nog breder is dan... Dat stelt hij standaard dan in. En verder, wat hij standaard configureert is dat het nieuws wat in je home site wordt gecreëerd... Ja. Dat ook meteen organisatienieuws is. Organisatienieuws, dat hebben we ook al een aantal maal terug besproken. Dat is iets wat je kunt kenmerken voor jouw nieuws en dat krijgt een bepaalde soort highlight van dit is organisatienieuws, dat komt ook meer naar boven. Ja. Ook in de mobiele app. Belangrijk nieuws binnen de organisatie, dat die dient bovenaan te staan. Ja, en dat wordt binnen je homesite ook standaard al ingesteld. Even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, dus die mobiele app. Dat er dus een search functionaliteit ook weer op die mobiel, maar ook de home knop zit. Ja. En wat ze verder hebben aangekondigd is dat we dus ook de SharePoint Home, die we nu kennen. Dus je hebt in de bovenbalk SharePoint staan. Als je daarop klikt, ga je naar een soort main. Je eigen SharePoint. Je eigen SharePoint, dus eigenlijk toegespitst op mij. Dus mijn documenten zie je daar, mijn sites, mijn gevolgde sites, et cetera. Die willen ze ook gaan connecten met de Home. Okay. Dus wat betekent dat? Hij zal dezelfde kleurstelling gaan krijgen, zoals je home. Ja.
Dus daar Je hoeft zal. dat niet specifiek te wijzigen, zeg maar. Dat wordt Nou, gewoon dat konden we nu organisatiebreed, niet echt inderdaad. wijzigen. Ja. Dus als je nu heel specifieke kleuren had, hij was op zich vrij neutraal. Ja. Maar daar gaan ze dus wat meer daar naartoe trekken. Dus volgens mij ook de bovenbalk wordt dan hetzelfde in dezelfde kleur, hoe je Hetzelfde dat ook thema. daar hebt, Ja. hetzelfde thema. Uniformiteit. Ja, en hij komt als goed ook straks in de navigatie terug, heb ik gezien. Dus dat je ook in je eigen Snel naar navigatie de. snel daar naartoe kunt. Je kan een Ja. beetje naar je mijn en je kunt naar de De home. organisatie toe. Ja. Ja. Dat is hoe ze het een beetje positioneren. Terminologie is nog, hè, want home zou ook bijna kunnen voelen als het is van mij, maar. Ja, nou ja, wat ze ook hebben aangegeven, is dat er dus in de balk Ja, die rechts, verticale. ja, dus dat je dus zeg maar ook Ja. een verticale balk kunt hebben. Dus dat is een nieuwe soort sectie. Ja. En die sectie kun je dus nu ook verticaal doen. Dus je krijgt een soort rails aan de Die rechterkant. blijft doorgaan. Ja, die blijft er gewoon eigenlijk Ja. naast. Ja, en En daar kun je weer allerlei dingen in stoppen. een voorbeeld wat ze daar dus hadden gedaan, is dat ze daar bijvoorbeeld je mijn spullen in stopten. Ja. Rechts En en links je links, home en dan. dan de organisatiespullen. Ja. En dat vond ik best wel een leuke Voelt gedachte. logisch. Ja, Ja. en dat leuke nieuwe functionaliteit. Nou, mooi. Dus ja, ik ben erg benieuwd als dit echt beschikbaar gaat komen. Als we er daadwerkelijk mee aan de gang Vast kunnen. niks te zeggen van wanneer, hè? Nee. Nee, jammer. Meestal Vast zo. te Het is in proberen. ieder geval aangekondigd. En, Ja. ja. Jammer. Ja, Ja, heel gaaf. Wij zijn natuurlijk echt een jammerorganisatie. Ja, wij doen heel veel met Jammer Ja, inderdaad. ja. Ik vind het En heel fijn. Het werkt echt heel goed. Ik merk dat er ja, soms wat sceptisch is over Jammer en wat je er dan precies mee kunt. Nou, ik stond laatst bij een klant en daar stond iets op de vloer en die zei: Dit staat hier al heel lang. Ik zei: Nou, had je dit op Jammer gepost, dan had je kunnen vragen aan je organisatie: Wat doet dit hier? En kan iemand het gewoon opruimen? Dus er zijn heel veel ja, simpele voorbeelden te benoemen, inderdaad, waarvoor je Jammer kunt gebruiken. Ik vind het nog steeds een mooi product, inderdaad, wat echt ja, wel. wat ik wel vind met Jammer is, het gaat of staat met, oké, komen mensen daar? Dus mensen moeten daar echt daadwerkelijk iets te halen hebben. Ja, Dus er eens. moeten wel goede groepen zijn waar men echt daadwerkelijk of kennis uitwisselt of iets dergelijks. En dat is een En cultuur die je moet gaan creëren om Jammer op de juiste manier te gaan gebruiken en daar ja, een soort van redactie op toe te passen. Stel je dit zou gaan starten, dan zou je dat in het begin wel kunnen doen. ja, en er zijn natuurlijk ook concurrerende andere social tools beschikbaar op de markt. Daar heb je natuurlijk exact hetzelfde mee. Het moet wel binnen je organisatie gedragen worden. En het moet ook wel bij je organisatie, denk ik, passen. Maar je kunt nu specifiek een vraag stellen. Nou, dat is niet zo specifiek voor mij echt een vraag stellen, Oké. maar Okay. je kunt. Het logo suggereert, hè, alsof Ja, het inderdaad. dat was wel een beetje Ja. verwarrend inderdaad. Dat hier in één keer iets staat met Een iets met vraagteken. vraagjes. Ja, En of het ja. nou altijd een vraag was, dat daar ook nog iets Ja. specifiek om, dat is mij Oké. niet duidelijk geworden. Okay. Maar wat ze in ieder geval aangekondigd hebben is van, oké, je kunt een bepaalde antwoorden die dus worden gegeven, of opmerkingen die worden Ja. gegeven, als beste Ja. markeren. Zoals je online in veel fora ook kunt doen, een vraag stellen en dan uiteindelijk reageren mensen en kies jij als Dit is dit is het beste beste antwoord. antwoord. Zodat het voor al die andere mensen makkelijk en snel vindbaar is. Hij komt ook bovenaan te staan, heb ik Ja, begrepen. die wordt naar boven dan geschoven Ja. en de rest komt daar uitklapbaar. Kun je dat dus Ja. zeggen, oké, ik wil de rest ook nog even lezen, maar je kunt dus veel specifieker, makkelijker bij het juiste antwoord Mooi. terecht gaan Ja. komen. Dat is denk ik wel, Fijn. Weer een goede reden ja, om Jammer te gaan gebruiken. inderdaad. Stream. Ja, wij zitten nu ook Ja, een we beetje zitten in stream nu, hè? achterliggend, wordt dit opgenomen Ja. en komt dit in stream terecht, inderdaad. Ja. En wat je nu dus ook vanaf je mobiel kunt gaan doen, dus waar we in de huidige situatie alleen nog maar eigenlijk video's kunnen terugkijken die voor jou beschikbaar zijn binnen je organisatie. Ik heb het laatst zelf gedaan, inderdaad, in de auto, eerst op kantoor, Even offline offline getrokken. getrokken en in de auto even vanwege het geluid gewoon even een sessie kunnen naluisteren. Dat is de ideale manier om je autorit nog zinvol te doen. En wat we dus straks al kunnen doen is op iOS en op Ja. Android ook daadwerkelijk opnemen, Je gaat het vloggen. uploaden en We gaan sharen. het vloggen wordt makkelijker, zeg maar, voor de medewerker om op een locatie een filmpje te maken en dat op die manier gewoon vanaf je mobiel rechtstreeks de organisatie in te sturen. Ja. En daarbij de onderliggende kracht van Microsoft Stream met transcripting, et cetera, Dus hè, het beschikbaar. automatisch vertalen, waardoor je als het in de Nederlandse taal beschikbaar komt, je kunt nazoeken als het in een Nederlandse video betreft. Waarin je dus kunt nazoeken van hey, goh, is er een bepaald woord genoemd waar ik nou op zoek ben? Of is mijn naam genoemd tijdens
Ja, maar er komt ook echt zo'n table of content, zeg maar, beschikbaar op die minuut. Weg dat wat gezegd. Wat dat ongeveer gezegd. En knap, hè? Dat soort dat allemaal... Ja, mooie functietype. Ja. Dus die komen straks ook op de mobiel naar voren, zo aangekondigd. Dus, ja, mooie toevoeging. Ja, leuk. Ja, ander iets binnen Microsoft Stream. Ik denk dat het volgens mij al een beetje weer de laatste is. Hè? Laatste zou kunnen, ja. We gaan alweer hard. Laatste aankondiging binnen Microsoft Stream. Een quiz. Poll. Dus een quiz forms. Of een poll toevoegen. Ja. Met Microsoft Forms. Ja. Zie je daar wel toepassingen? Ja. Ja. En je kunt je audience of je mensen, zeg maar, in de sessie een vraag stellen. En meteen direct om feedback vragen. Waardoor je eigenlijk in de sessie meteen gesprekken kunt beetpakken of antwoorden daaruit kunt bespreken met elkaar. Ik zie zeker wel een mooi voordeel. Het is laagdrempelig, hè, Forms. Ja. Het is heel makkelijk om het in elkaar te zetten. Zeker wel toevoeging. Gewoon even wat op het eind nog even te vragen. Bijvoorbeeld van, wil je dit nog eventjes beantwoorden? Ja. Dat gaat me helpen, weet ik veel wat. Ja. Ja, ik heb zelfs leuk al een keer een demo gezien bij Microsoft zelf, dat Satya Nadella een zeepkist sessie hield in de aula daar en dat er zelfs een mogelijkheid was om duimpjes omhoog en duimpjes omlaag aan te geven wanneer hij iets aan het vertellen was. Weet jij of die functionaliteit er ook gaat komen? Ik heb hem wel inderdaad ook voorbij zien komen, maar ik heb hem nog niet specifiek gezien of voorbij horen komen van wanneer dat beschikbaar gaat komen. Kun je kort toelichten wat dat voor toepassing zou zijn? Ja, het zou ook zomaar kunnen zijn als er een informatiesessie is waarbij de mensen op een specifiek moment iets horen waarvan ze zeggen, hey, dat is een mooie aankondiging of dat vinden we nou mooi om te horen. Iets wat de organisatie heeft om me gevraagd. Dan zou je dus op die manier kun je snel terugzien waar dat ergens is geweest in je film. Dan zie je eigenlijk een soort tijdlijn terug van daar moet ik waarschijnlijk zijn, want daar werd iets belangrijks gesteld of iets leuks. Dus als je weinig tijd hebt, je wil efficiënt door dat uur video heen. Ja. Dan kun je op die manier wellicht wat sneller door je sessie heen. Dus dat lijkt me een mooie functionaliteit. Ik heb hem een keer gezien, maar ik heb hem nog nooit live gezien. Ja. Even kijken, waren er nog andere vragen of niet? Nee, Tom heeft net nog even iets gestuurd van dat we graag feedback willen op dit webinar. Ja. Dus heel goed. Mochten er nog vragen zijn, dus in ieder geval was dit de laatste update voor deze keer. Mochten er nog vragen zijn, je weet ons te vinden. E-mailadressen staan inderdaad. En ja, ook als je nog feedback hebt of iets dergelijks, laat het weten. Mocht iets niet helemaal goed gaan met het connecten of toegang krijgen, iets dergelijks, laat het ons in ieder geval weten. Dan kunnen we dat in ieder geval gaan verbeteren voor een volgende keer. Ja, 2 juli is de volgende. Ja. Deze die zal ook op YouTube komen. En misschien ook nog wel via Teams. Volgens mij is je gewoon beschikbaar. Tom, hiernaast je gewoon beschikbaar ook volgens mij gewoon via deze sessie is je gewoon beschikbaar. Voor de mensen die er niet bij hebben kunnen zijn, kunnen hem op die manier kijken. En dan 2 juli de volgende. Ja. Mooi. Gaan we doen. Dankjewel. En bedankt voor het invallen. Ja, ik vond het leuk om te doen. De eerste keer, dus super. Wellicht nog een volgende. Ja. Dankjewel. Hoi.